Jeff. Gele hoedjes, poncho's, dansende mensen op tyfoon. Een vuurtoren. Ja, het enige waar ik een beetje teleurgesteld over ben, maar ik hou je op de hoogte van de status, is dat ik nog geen zeehonden heb gezien. En die zijn me wel beloofd. Maar ik weet niet waar Mark nu in de buurt zit. Mark, ben je van de droogmolen of van de watermolen? Ik heb mezelf gehezen in een hele mooie modieuze poncho. Op 3fm.nl/live kan je zien hoe je daadwerkelijk echt trendy een poncho draagt. En ik heb hier nu 5 mensen om me heen die heel hard nu het woord leugenaar gaan roepen. Leugenaar! Oké, dat is niet het woord leugenaar, maar dat is wel een beetje de sfeer die er op dit moment in zit. Ik zou willen zeggen dat door Jean-Paul die je net gedraaid hebt, de zon volledig is doorgebroken in Zeeland. Maar ook dat is een ongelooflijk glasharde leugen. Dus wil je een specifieke waarheid horen? Wat jij wil, Mark. Iedereen is hier door het weer volledig overgestapt van zelfs de meest verstokte Jills meisjes zitten nu aan de sterke drank. Zo is het op dit moment. Gezellig. Gezellig. Tyfoon staat ook te spelen op de achtergrond en je ziet dat iedereen gewoon vol gaat voor punten pizza, voor patat en of gewoon springen in de regen. Want de fruitsmoothies en de salades die worden achter zich gelaten. En hallo. Heel leuk. Ja, je hoort het. Ik word continu omringd door hele lieve gezellige mensen, voornamelijk Zeeuwen. Maar niet lastig gevallen, toch? Nee, helemaal niet. Nee, ik bedoel, de Zeeuwen zijn een heel aardig en standvastig volk. Zoals heel veel poëten of in ieder geval bluff hebben bezongen. Fijn, Mark. Dankjewel. Tot 9 uur hou jij alles in de gaten op het terrein bij Concert at Sea. Ja.